Waarom nee. spijbelen? Ja, het ding is, wij hebben deze acties al gedaan zonder te spijbelen. 75.000 mensen zijn gaan protesteren. Ja. En dat is ook gewoon genegeerd. Dus ik denk dat we een beetje tegen de grenzen moeten aanduwen nu om indruk te maken. Zonder dat het genegeerd kan worden. Want ik denk ook, we hebben geen stemrecht, veel van ons zit in middelbaar. Dus deze is eigenlijk ons enige drukmiddel. Mm-hmm. En ook een beetje de contradictie dat... En ze zeggen, je moet naar school, je moet studeren, je moet al die wetenschap in je opnemen. Maar dan zien we dat de politiekers zelf alle wetenschap over klimaat gewoon compleet negeren. Dus heeft het geen zin om te studeren? Het is wel een beetje een gevaarlijke boodschap, Natuurlijk heeft het zin om te studeren. Maar momenteel is dit probleem wat wij proberen aan te kaarten gewoon groter.